hartelijk welkom in deze dienst. U die via de livestream met ons verbonden bent, een heel gezegend nieuwjaar wil ik u toewensen. En dat we toch vooral ook het komende jaar toch weer, ja, ook hier bij elkaar mogen zijn. Dat is denk ik ons aller, ja, zegen en ook ons aller bede en wens. Matthias, jij zult ons voorgaan. Ook jij van harte welkom. Het thema is hoop. En ik vond het een prachtig thema toen ik dat zo doorkreeg. Juist ook, ja, in het begin van dit nieuwe jaar. Maar ook, ja, we zitten in zo'n, ja, moeilijke, rare tijd. En dan is het gewoon heel mooi, ja, het thema hoop. En dan ook nog aan het begin van het nieuwe jaar. Dus. Het Bijbelgedeelte komt uit Petrus 1, vers 3 en 4. Graag zou ik ook met u de Bijbel willen openen en een gedeelte willen lezen uit Psalm 119. En wel Psalm 119, vers 114. U bent mijn schild, u bent mijn schuilplaats en mijn schild. U bent mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Een andere vertaling zegt: bij u schuil ik. U bent mijn schild. In uw woord stel ik mijn hoop. Graag zou ik met u een zegen willen vragen. Dank u, Vader in de hemel, dat u het bent die ons bij elkaar gebracht heeft. En ja, als dat niet hier zo kan in de kerkzaal, dan toch via de livestream. Heren, en ja, we danken u voor de zegen van die uitvinding. Heer, dank u wel dat we u mogen vragen, Heer Jezus, of u bij ons wilt zijn. En wilt u ons maar leiden door uw geest. Dank u wel dat u onze hoop bent, onze schuilplaats. Dat we gesterkt mogen worden, elke dag opnieuw. Ja, soms elke minuut opnieuw. Dat we mogen uw woord mogen hopen. Wilt u ons leiden, ook deze dienst? We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We willen graag kijken en luisteren en u kunt thuis heerlijk meezingen met het lied Toekomst vol van hoop van Sela. En daarna wil ik Chris vragen voor de mededeling.
geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven. Goedenavond, liefdevolle gemeente. Ik mag u de mededeling doorgeven van zondag 2 januari. Allereerst wil ik graag, u hebt denk ik al heel veel nieuwjaarwensen al ontvangen vanuit uw vriendengroep en familie en zo. Maar we willen u ook graag van harte Gods onmisbare zegen toewensen voor het jaar 2022. Wat betreft de zieken hebben we geen nieuwe meldingen binnengekregen, maar we willen de zieken wel bemoedigen vanuit het woord. Vanuit Psalm 95, vers 2, waar staat: mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. En het aantal algemene mededelingen. Afgelopen woensdag 29 december is geboren Ruben Nathanuel Willem Ezinga, zoon van Judith en David Jan, en broertje van Nora en Gideon. Ze zijn dankbaar voor de geboorte van hun gezonde zoon. Maar we willen ook als gemeente hen feliciteren. En we hopen volgende week via de nieuwsbrief dat het geboortekaartje meegezonden kan worden en dat het ook volgende week nog hier van de kansel doorgegeven kan worden. Verder, de gezamenlijke bisstond van komende woensdag is komen te vervallen. Komende dinsdag hebben we wel als broederraad nog een overleg. Er is ook een oliebollenactie geweest en dat heeft een mooi bedrag opgebracht van €550. De gehele opbrengst komt te goede aan het werk dat via Stichting Mino ondersteund wordt in Roemenië. Allen daarvoor hartelijk dank. Vanavond spreekt broeder Matthias Keuber, ook van harte Gods zegen toegewenst. Mooi thema, hoop. Lied sprak daar net al over. Geweldig, we zien er nou uit. En de collecte voor vandaag is bestemd voor algemene doeleinden. Tot zover de mededelingen, mag ik u voorgaan in gebed. Heer God, dank u wel dat we zo als gemeente ook op vandaag ten tweede male hier bij elkaar mogen zijn. Heer, hier een kleine groep mensen, of via de livestream thuis. Heer, dank u wel dat we die verbondenheid zo met elkaar mogen hebben. Die verbondenheid via de technische mogelijkheden die dat bieden. Maar dat we ook in Christus, in u, Heer Jezus Christus, verbonden mogen zijn ook met elkaar. We willen bidden dat u ook deze dienst vanavond ook zo bijzonder wilt zegenen. Dat u Matthias ook wilt gebruiken, Heer, met het doorgeven van de boodschap. Hoop, een boodschap van hoop. We hebben net gehoord en gezongen dat u een hoopvolle toekomst geeft van een ieder die u lief heeft en die u ook wil volgen. Heer, u geeft hoop hier voor ieder mens. Heer, dank u wel dat die hoop enorm rijk is en heel breed gaat. Dank u wel dat we ook mogen weten, Heer, vanuit die hoop, vanuit het vertrouwen, dat wij in u, Heer Jezus Christus, het eeuwig leven ook mogen beërven, mogen ontvangen. Heer, wilt u ook zo deze diensten in uw hand nemen, dat het mag zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. Dank u wel, Heer, dat u ook alles overziet in deze wereld. Er gebeurt zo ontzettend veel in deze wereld. Maar dank u wel dat u alles in uw hand hebt, dat u alles overziet, dat u erbij bent in alle omstandigheden, ook in het leven. Heer, en onze gedachten gaan ook uit zo in de gemeente, Heer, ook naar de zieken in de gemeente. Er zijn er zoveel, Heer, die ziek zijn. Wil u bidden, Heer, dat u hen toch bijzonder nabij wilt zijn, dat u ze wilt helpen en sterken en troosten wilt. Heer, en als het in uw raad mag bestaan, dat u ook herstel wilt geven. Dat wil u ook bidden in uw wonderbaarlijke naam, Heer Jezus Christus. Heer, maar we weten ook in deze tijd, Heer, dat vele broeders en zusters ook van ons, Heer, eenzaam zijn. Of die op hoge leeftijd zijn gekomen, Heer, en de mogelijkheid niet meer hebben om zo erop uit te trekken. Ik wil u bidden, Heer, dat u hen ook zo bijzonder wilt zegenen en wilt ondersteunen, Heer. Heer, we denken aan de mantelzorgers binnen de gemeente. Wil u ook vragen dat u hen ook zo nabij wilt zijn en helpen wilt en inzicht en kracht wilt geven, Heer, om hun taken allemaal zo op te mogen pakken. Heer, dank u, Heer, dat we de verbintenis hebben met
wereldwijd hier met Stichting Mino in Roemenië. Het werk wat daar gebeurt, ook in de adoptiegezinnen. Heer, ik wil u vragen dat u dat werk ook zo bijzonder wilt zegenen, Heer. En dat u ook hierin zo nabij wilt zijn. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. U kent de situatie ook, Heer. En vanmorgen hebben we er ook zo het een en het ander van gehoord, Heer. De moeite en zorg door de eeuwen heen, wat uw volk heeft ondergaan. En nog steeds, vandaag aan de dag. Heer, dan willen we u bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. Maar ook het werk, Heer, wat er gedaan wordt, Heer. Ook in de gemeenten daar in Israël. Heer, dat ze u en Jezus Christus ook mogen en kunnen verkondigen. Heer, en dat uw woord ook daar blijmoedig gebracht mag worden. En dat er velen, Heer, tot levend geloof in u, Heer Jezus Christus, mogen komen. Wil u bidden voor het werk op de Heerekom. Het programma 2022 ligt in grove lijnen, Heer, ligt alweer klaar. Heer, maar we kunnen plannen en organiseren, Heer. Maar we willen u vragen dat u uw zegen wilt geven. Ook over het werk dat in de Heerekom. Heer, we danken u, Heer, dat we ook de verbintenis hebben met de gemeenten in de Filipijnen. We willen u bidden dat u onze broeders en zusters daar ook wilt helpen, Heer, in de omstandigheden waar ze in verkeren. Dank u, Heer, dat we zo wereldwijd, Heer, ook door genade van u, Heer, een steentje mogen bijdragen in dit alles. Dank u wel, Heer, dat we ook zo ook ons als gemeente voor uw troon mogen opdragen, ook het komende jaar, dat u met ons mee wilt gaan. Heer, en dat u ons allemaal vast wilt houden, dat we dicht bij u zullen blijven, Heer Jezus, en dat we het woord zullen toepassen, Heer, ook in ons dagelijks leven. Dat we leven vanuit het levend geloof, dat we mogen weten, Heer, dat u erbij bent, dat u met ons meewandelt op ons levenspad. Zo willen we vragen, Heer, dat u ook deze avond wilt zegenen, dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Chris haalde het net ook al aan. De Heer Jezus is voor ons gekomen, voor ons zondaren. Hij was ons schoon. En daarover gaat ook zo mooi het volgende lied. Witter dan sneeuw. Mijn school van mijn schuld, zie mijn offer in mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Graag zou ik u een gedicht voor willen lezen. Hij kent je. Psalm 139. Omdat de Heere je wilt, ben je door hem geschapen. Hij had al een plan voor je klaar. Hij zag jou in de moederschoot slapen. Opende stil je levensadem daar. Wanneer het donker wordt in je leven, weet je dan in zijn hand gedragen. Hij kent je en herkent het kruis. Weet ook je levensvragen, waar jij het niet alleen meer kunt, draagt hij het met je verder. Geef je maar over aan zijn tred. We willen graag luisteren naar het lied Welk een vriend is onze Jezus. Thank you.
We willen graag nog luisteren naar één lied. En dat is Stromen van Zegen, waarna ik graag het woord aan Matthias wil geven. Ja, goedenavond ook van mij, broeders en zusters. Het werd al een paar keer gezegd, vanavond willen we het hebben over hoop. En nou ja, als je hier spreekt, dan heb je het voordeel dat je zelf een onderwerp mag kiezen wat je zelf interessant vindt. En hoop was inderdaad iets waarvan ik ook dacht van, nou, dat heb ik zelf nodig. En merkte ik ook mensen om me heen dat daar ook behoefte aan is. Want zoals net ook al in de inleiding werd gezegd, hebben we inderdaad twee intense jaren achter de rug. En waarschijnlijk staan ons ook in het nieuwe jaar weer een aantal veranderingen, misschien nog een paar verrassingen te wachten. En wat je hoort en wat je bij jezelf waarneemt, is dat mensen zich dan ook wel zorgen maken. Ook zorgen over hoe gaat de toekomst er uiteindelijk uitzien. En dan heb je aan de ene kant mensen die maken zich inderdaad zorgen om het virus, de bijbehorende ziekte en ons vermogen om dit te weren. Maar je hebt ook aan de andere kant mensen die maken zich juist meer zorgen om de maatregelen die wij op dit moment daartegen nemen. En eigenlijk ongeacht hoe je hierin staat of hierover denkt, beide maken zich dus zorgen over de toekomst. En zoals ik al zei, ook ik maak me wel eens zorgen. Maar heb daarin ook wel in de afgelopen 2 jaar een bepaalde rust gevoeld. Een rust die komt uit het geloof. Soms was het daadwerkelijk alsof ik in mijn innerlijke oog naar beneden keek en zag dat daar ik op een stevig fundament sta, op een rots, zoals het in de Bijbel ook wel eens wordt genoemd. En dat is het geloof in een eeuwige en almachtige God. Maar ondanks dat je op dit stevig fundament staat, komen soms die zorgen op je af. En dan heb je waarschijnlijk naast de blik naar beneden ook een blik naar voren nodig. Naar de toekomst, naar de horizon,
naar een blik van hoop. En daar gaan we vandaag naar kijken. Want waarin verschillen die onze zorgen zich ten opzichte van hoop? Nou, ten eerste gaan zorgen vaak om jezelf of misschien om je naaste. En dan vaak om het korte termijn of het middellang termijn. Dus dingen die in de korte tijd dreigen te gebeuren. Zo heb ik in tijden dat ik me zorgen maakte wel eens dagboeken geschreven. En als ik nu terugkijk naar die wat ik daar heb opgeschreven, dan zie ik dat dingen die toen heel erg speelden, maar vaak eigenlijk meestal ook dingen zijn waar ik nu helemaal niet meer mee zit. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een huisvesting in Hattem. Kunnen we hier wel een plekje vinden? Nou, ik weet nu, daarin heeft God hartstikke mooi voorzien. Dus dat is opgelost. Dat is een zorg die ik toen had, nu niet meer. Hoop daarentegen gaat niet over mezelf en het korte termijn, maar gaat over Gods plan, over het lange termijn. En daar gaan we nu verder op in. Dus de vraag is, wat is dan deze hoop en waar hopen we op? Nou, om dat te kunnen onderzoeken, heb ik mijn Bijbel achterop nageslagen. Waarschijnlijk, zoals in veel van jullie Bijbels, staat daar een verklarende woordenlijst. En daarin werd de volgende definitie voor hoop gegeven. Daar staat, hoop is geen verwachting, maar een onderbouwd vertrouwen op het komen van Gods koninkrijk. Deze hoop is gebaseerd op de belofte van God dat we door het geloof in Jezus door God zijn aanvaard. En dat wij het eeuwige leven hebben omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Nou, dat is een mooie definitie. En er stond er ook nog twee Bijbelversen bij waarop deze definitie baseert. En de eerste is dan uit 1 Petrus 1. En dat is eigenlijk ook het hoofdstuk waar ik het voornamelijk vanavond over wil hebben. Dus die kunnen jullie alvast opzoeken. En dan wil ik graag beginnen met de eerste twee versen, waarna we kort stilstaan wat daar gezegd werd. En dan gaan we verder. Dus in 1 Petrus 1, vers 1 staat, van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Nou, laten we die versen stukje voor stukje bij langs gaan. Ten eerste heeft Petrus het hier over vreemdelingen die verspreid leven. En zoals jullie weten is Petrus de apostel die na de hemelvaart van Jezus een bediening had onder de Joden. En als hij het hier heeft over die vreemdelingen, dan heeft hij het inderdaad ook over die Messias beleidende Joden, die vaak ook vanwege hun geloof ergens anders moesten gaan worden en zo vreemdelingen werden. En ze leefden daar tussen volken die andere gewoontes en waardes erop nahielden. Nou, wat toen geldde voor deze Joden, dat geldt misschien ook een stukje van ons, want vandaag de dag leven we in een maatschappij waar sommige Bijbelse principes al zijn losgelaten en anderen op het punt staan losgelaten te worden. En als jij dan als gelovige daar nog aan wilt vasthouden, dan kan dat soms voelen, of is het soms alsof je dat je in een minderheid terechtkomt en in die zin ook een beetje een vreemdeling wordt tussen andersdenkenden. Nou, verder lezen we over een God de Vader. Dat is eigenlijk een uitdrukking waar je als iemand die al langer in het geloof gaat, vrij makkelijk aan voorbij gaat, leest. Omdat het ons wel bekend is, dat beeld van een God de Vader. Toch is het heel bijzonder, ook in ons geloof. Zo is bijvoorbeeld, zal een moslim nooit God als vader zien. En daarom wilde ik hier nog even kort bij de eigenschappen van een vader stilstaan. Ik besef me natuurlijk dat elke
Iedereen heeft weer andere ervaringen met misschien zijn aardse vader gemaakt. En die zullen ook niet altijd even positief zijn. Dus dat gezegd hebbende willen we toch kijken naar een perfecte vader. En in dit geval kunnen we aannemen dat God een perfecte vader is. Nou, welke eigenschappen heeft een vader zoal? Ten eerste zou ik zeggen, een vader zorgt voor veiligheid. Hij zorgt dat zijn kinderen en zijn vrouw een tehuis hebben waar het veilig is. Ten tweede zorgt hij voor genegenheid, voor liefde, voor liefkozing. Daarnaast leert hij zijn kinderen nieuwe dingen. Soms straft hij zijn kinderen ook. Ook vaak om hem weer iets te leren. En een vader is trouw aan zijn kinderen. Een goede vader. Als je een keer een vader bent geworden, dan blijf je ook altijd een vader. En samenvattend kwam ik op de volgende definitie. Het doel van een vader is om te zorgen voor een omgeving waarin kinderen zich veilig kunnen ontplooien en volwassen worden. Nou, als wij zo nadenken over een God die inderdaad voor ons veiligheid creëert, die genegenheid toont, die altijd onze vader is en blijft, dan is dat al ons eerste stukje hoop. Gaan we verder naar vers 2, waarover wordt gesproken over vreemdelingen die zijn voorbestemd. En een Bijbelcommentaar die ik hiertoe heb gelezen zegt daarover het volgende. De Joden die werden hier op aarde uitgekozen om als het volk van God te zijn. Dus zij waren voorbestemd, uitverkozen om het volk van God te zijn. En iedereen, Joden en heidenen, als volgelingen van Jezus, zijn voorbestemd, uitverkozen voor de hemel. Nou, dat is, vind ik, een mooie uitleg en daar gaan we straks nog verder op in. Nou, verder zien we nog in die eerste twee versen al de drie gedaantes van God die worden benoemd. We hebben het net gehad over God de Vader. Dan hebben we de Geest, die helpt ons om heilig te leven en gehoorzaam te zijn aan Jezus. En dan hebben we Jezus zelf, die ook wordt benoemd met de eigenschap dat zijn bloed ons besprenkelt en dus vrijpleit van het oordeel. En als laatste sluit Petrus hier af met een korte maar grote zegen, genade en vrede in overvloed. En met andere woorden, of wat zijn de eigenschappen van genade en vrede? Je zou kunnen zeggen van acceptatie, je bent geaccepteerd bij de Vader, dat is genade. En rust, vrede is rust. En dat wenst Petrus hier zijn lezers meer in overvloed, dus meer dan noodzakelijk. Nou, dat mooi. Zo zien we dat we nu eigenlijk maar twee versen hebben behandeld en al daar een enorm veel gezegd wordt. En nou, dat is mij ook eigenlijk opgevallen bij het lezen van dit boek. Dat het een heel rijk boek is met heel veel mooie beelden. Dus het is zeker de moeite waard om dat nog een keer erop na te lezen. Wij gaan nu verder met de verse 3 en tot en met 5. En daar staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis, die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Ja, dus hier komen we eigenlijk tot de sleutelvers. Waarom leven wij in hoop? We kunnen in hoop leven omdat Jezus uit de dood is opgestaan en daarmee ook voor ons mogelijk wordt om opnieuw geboren te worden. We weten dat ons een erfenis en redding aan het einde van de tijd wacht. Ja, dat concept van opnieuw geboren worden, daar heeft Jezus het al zelf over gehad, onder andere met Nicodemus. En zo lezen we in Johannes 3 dat Jezus daarover zegt: waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Dus die nieuwe geboorte is, zoals de meesten van jullie weten, een geestelijke verandering en ook een nieuw begin, geestelijk gezien. En dat persoonlijk vind ik dat soms nog een beetje een lastig concept, omdat ja, als je bent opgegroeid in een kerk, eigenlijk het idee hebt dat je altijd al hebt geloofd en niet
één moment specifiek kunt aanwijzen waar je zegt van dat is mijn, daar ben ik nieuw geboren. Terugkijkend kun je wel zien dat je daadwerkelijk inderdaad een andere hartsgesteldheid had dan dat je nooit een keuze hebt gemaakt. En dus die verandering zie ik daadwerkelijk. En hier wil ik ook graag nog een stukje van een Bijbelcommentaar lezen die dit mooi uitlegt wat er gebeurt bij de nieuwe geboorte. En dan staat: je natuurlijke geboorte heeft je wel leven gegeven, maar geen enkele hoop op een gelukkige toekomst. Integendeel, je bent in ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen. De gevolgen daarvan zijn ook in je leven zichtbaar geworden. De dood en de hel waren als gevolg daarvan je eindbestemming. Door de wedergeboorte die God door zijn grote barmhartigheid in jou heeft gewerkt, is in de eindbestemming een radicale verandering gekomen. Je bent namelijk wedergeboren tot een levende hoop. Ja, dus hoop is het besef dat je nieuw geboren bent en daarmee ook mag uitzien naar die erfenis in de hemel. Wat we hier op aarde ook doormaken, dat is tijdelijk. Daarna volgt een tijd die mooier en beter is dan alles wat we hier op aarde kunnen ervaren. En daarvoor wil ik ook nog graag een stukje van Paulus lezen uit de brief aan de Romeinse kerk. In Romeinen 8, vers 16 tot en met 18 lezen wij. Na een slokje water. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Ja, dus ook Paulus bevestigt eigenlijk wat Petrus zegt, of andersom. Ze hebben dezelfde inzichten gekregen dat wij Gods kinderen mogen zijn en dat er voor ons een erfenis wacht. En dat is dan ook weer die betekenis van hoop. Doordat Jezus voor ons gestorven is en is opgestaan, hebben wij ook een onderbouwd vertrouwen in de wedergeboorte en het komen van Gods koninkrijk. Ook wij kunnen en moeten sterven in onze oude ik en geestelijk opstaan. We mogen God een vader noemen en vervolgens uit dankbaarheid voor de redding en de erfenis gehoorzaam en heilig leven. En laten we het nog even kort hebben over die erfenis die in vers 4 en 5 wordt benoemd. Dus die ga ik nog een keer lezen. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Ja, Petrus gebruikt hier drie eigenschappen voor die erfenis. Ten eerste, onvergankelijk. En wat betekent dat? Dat deze nooit zal stoppen, maar ook nooit gestopt zal kunnen worden, door wie dan ook. Ten tweede is de erfenis ongerept. Het is een pure erfenis die door niets besmet is of kan worden. En de erfenis zal nooit verwelken. Deze zal even mooi blijven en nooit verminderen of vervagen. En om nog iets verder te kijken naar die erfenis, wil ik ook nog kort een stukje lezen uit Openbaring. Openbaring 21, waarin God al een stukje van de sluier ligt wat betreft deze erfenis. Of zoals we dat in moderne termen zouden zeggen, God geeft ons hier een sneak preview van de hemel. En in Openbaring 21, vers 1 tot en met 4 staat geschreven: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem omwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij.
Nou, dat is een, denk ik, een prachtig beeld van die erfenis en natuurlijk ook van onze hoop. Goed, dat was eigenlijk zover het stukje over de hoop. Dan wil ik het nog kort hebben over het thema heiligheid. Want als we het hoofdstuk van Petrus lezen of de hele brief, dan zien we eigenlijk dat die twee bij elkaar horen. Eerst schetst Petrus wat onze hoop is en daarna roept hij ons op tot heiligheid. En zo kunnen we in de verse 1 Petrus 13 tot en met 15 lezen. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Nou, hier krijgen we eigenlijk een viertal opdrachten van Petrus. Ten eerste, wees waakzaam. Ten tweede, vestig je hoop op de genade. Ten derde, wees gehoorzaam en geef niet toe aan begeertes. En als laatste, wees heilig zoals God heilig is. Nou, en mocht je die complete brief lezen, dan zie je nog wat meer aanwijzingen van Petrus. Wat volgens hem een heilig leven inhoudt, hoe je je daarin moet gedragen. Nou ja, dat gaat vandaag een beetje de tijd te buiten. En de kern was ook hoop, maar toch wilde ik laten zien dat die heiligheid daaraan verbonden is. En ik denk ook dat het nieuwe jaar een mooi moment is om hier nog een keer bij hierover na te denken en dat bij jezelf te toetsen. En voor mezelf, en misschien heb jij daar ook wat iets aan, heb ik een kort lijstje gemaakt met de vraag, hoe kun je praktisch met hoop en heiligheid aan de slag? Het eerste punt wat ik kon bedenken was, lees je Bijbel. Anders vergeet je het telkens weer. Van de principes waar we het vandaag over hebben gehad, ergens heb je die natuurlijk al eens gehoord. En ga je al langer in het geloof mee, dan is dat natuurlijk ook een heel bekend verhaal. En toch, als je het levend woord leest, dan komt dat weer opnieuw bij je binnen. Tenminste, dat heb ik ervaren bij het lezen van deze brief. En ja, ik zou zeggen, 1 Petrus is zeker een aanrader om nog een keer te lezen of herhaaldelijk te lezen. Ten tweede, besef je dan ook wat je opdracht is. Een heilig leven. Dus betekent dat ook, ruim op wat niet heilig is. Houd een geestelijke voorjaar schoonmaak. En stel je daarbij de vraag, welke dingen of handelingen passen niet meer bij een heilig leven? En hoe kan ik hierbij van afstand nemen? Je kunt hierbij rekenen en ook vragen om God, de hulp van Gods geest. Wat je daarbij ook moet doen, is natuurlijk je beseffen dat je altijd een keuze hebt. En dat elke keuze consequenties heeft. Heel vaak is het zo dat je in het leven inderdaad een heilige keuze hebt en een makkelijke keuze. Een keuze die je de minste weerstand heeft of die ook door de wereld als de juiste wordt gezien. Maar je hebt ook een heilige keuze die wat meer inspanning kost en misschien tegen de gangbare opvatting ingaat. Maar dat wel de weg is van de Bijbel en van God. Zou je nog kunnen inzetten of kunnen nagaan waar kan ik mij inspannen voor Gods Koninkrijk? Dat kan op veel manieren. Heel praktisch zou dat ook kunnen zijn. Denk eens na van nou, welke taken kun jij hier in de kerk doen? Of als je al taken doet, hoe doe ik dat zo goed mogelijk om daarbij ook bij te dragen aan het Koninkrijk? En dan zul je denk ik ook ervaren dat dingen die je hier doet, waar je hier tijd in investeert, dat ook ten opbouwing van het Koninkrijk is, maar ook zeker voor jezelf. En dat is ook een mooie zaak. En als laatste zou ik nog zeggen, bij het benoemen van je zorgen, je mag natuurlijk altijd je zorgen en het is ook goed om je zorgen uit te spreken en ook te delen, zowel met anderen als met God. Maar vergeet daarbij ook niet die hoop te benoemen en God hiervoor te prijzen. Dan komen we tot slot. Ik begon kort wat te zeggen over de afgelopen jaren en het jaar wat voor ons ligt.
En natuurlijk is dit nu voor ons heel erg relevant en leidt dat tot zorgen. Dat is begrijpelijk en dat mag er ook zijn. Maar ik hoop je ook vanavond een beetje kunnen laten zien dat de Bijbel nog een ander perspectief geeft. Ik vind het dan ook opvallend dat de Bijbel heel weinig zegt over bijvoorbeeld de Romeinse bezettingsmacht in de tijden van Jezus of de apostelen. Het gaat vaker over, ook in de brieven, over de tijdloze principes. Die eigenlijk onafhankelijk van jouw actuele situatie zijn. En als de Bijbel en daarmee dus ook God hier meer aandacht aan besteedt, laten wij dat dan ook niet uit het oog verliezen. Wees je dus bewust van Gods komend koninkrijk, jouw kostbare redding, de liefde van onze Vader en een heilig leven uit dankbaarheid en gehoorzaamheid. Nou ja, en dan mogen wij, Godzijdank, uitzien naar een geweldig positieve toekomst. Dus ja, dat was wat ik vandaag met jullie wilde delen. Ik ga nog kort met jullie bidden en een zegen uitspreken. Ja, dank u wel voor het moment dat we hier bij elkaar zijn. Dank u wel voor iedereen die ook thuis luistert en ook al een keuze voor heeft gemaakt of daarover zit te denken om een keuze te maken. Heer, als we dat zo horen, dat u een toekomst vol van hoop heeft en dat het noodzakelijk is om wedergeboren te zijn, om deel te nemen aan die erfenis. Heer, dan is die keuze altijd een keuze voor de winnende kant, Heer, voor het goede. Zeker als wij ons ook nog realiseren dat u een liefdevolle vader bent. Heer, ik dank u dat ook aan ons is openbaard, dat we daarover niet in het duister tasten. Heer, help ons ook om het komende jaar heilig te zijn, om eerlijk tegen u en tegen onszelf te zijn, waar misschien nog dingen in de weg staan, waar we nog een stukje heiliger kunnen worden. Heer, dank u wel dat u ons ook uw geest heeft gegeven om ons daarbij te helpen. Dank u ook dat er genade is voor dingen waar we dan toch falen. Groot bent u. Ja, en als zegen wil ik jullie eigenlijk de woorden van Petrus gebruiken, die in vers 2 zei: genade zij u en vrede in overvloed. Amen. Dan gaan we nu nog een keer luisteren naar het slotlied Toekomst vol van hoop.
toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen.